Maar eerst de zorg. Deze week stonden de kranten er ook weer bol van. Ziekenhuizen die een patiëntenstop invoeren. Artsen die veel te veel onnodige behandelingen uitvoeren. Rumoer over vaccinaties. Trendwatcher Ajit Bakas. De mannen zijn allemaal druk geweest deze week. Het is een beetje een vroege boekenweek. Want hij heeft ook een boek geschreven, namelijk Ziel in de Zorg. Minister Schippers nam het eerste exemplaar in ontvangst en schreef het voorwoord. En Ajit, jij kijkt hier naar wat er allemaal gaat gebeuren in de zorg de komende jaren. We hebben er een paar dingen uitgepikt. We gaan beginnen met een grappig voorbeeld, namelijk Klazien uit Zal. Kennen jullie haar nog? Het kruidenvrouwtje. Die gaan we even laten zien. Jij hebt voor vandaag selderie of selderij meegenomen. Ik weet nooit wat het is. Het is selderij, maar in dialect zeggen we selderie. Want je kunt het ook als huismiddeltje gebruiken voor de gezondheid, hè? Want daar zit je hier tenslotte voor. Kijk, als je nou zo'n stukje eraf haalt en je maakt er zo'n propje selderij van en je stopt dat in je oor, dat is goed tegen tandpijn. Tegen tandpijn in je oor? Ja, gewoon zo in je oor stoppen. En dat moet je, en dat is net zoiets als met peterselie. Doe je dat toch met ook? Met peterselie ook. Het is natuurlijk nooit een tandarts, maar het werkt wel. Nee, als het nou echt... Als je erg tandpijn hebt, je bent op een feestje of zo, zou je maar overkomen. Een beetje peterselie of selderie in je oor, je hebt er geen last van. Zo van in het weekend, als de tandarts er niet is, even selderie in je oor. Ja. Maar Ajit Bakas, wat ik... Ja, mooi hè? En wat ik zo leuk vind, is ik lees jouw boek. Het gaat over trends in de zorg in de toekomst. En een van de dingen die jij signaleert is dat zelf bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen en kruiden en dat soort dingen gebruiken. Daar zie je een comeback voor. Dat is weer terug aan het komen, omdat heel veel oude know-how terugkeert. Alleen vaak wel op een high-tech manier. Ik was bijvoorbeeld afgelopen week bij de suikerbietenboeren, Kosu heet dat. Die halen uit de suikerbiet nu iets om je bloedspiegel, suikerspiegel naar beneden te krijgen, zodat het diabetes terug kan drijven. En dus dat komt dan uit die suikerbiet. Misschien had Berendien ook iets met de suikerbiet in het oor. Of was Oh ja, Berendien uit was de... Berendien uit Jesp was de... Was de parodie, ja. Nou, die leken spreken toch? Die leken op elkaar. Ja. Maar dit is toch wel interessant dat je dat zegt. Het gaat over hele technologische vooruitgangen. En tegelijkertijd denk ik, dit klinkt ook een beetje naar sorry hoor. Zweefkezerij. Ja, zweefkezerij. Ja. Ik wou kwakzalver. Maar zweefkezerij, we weten niet of dit werkt. Peterselie in je oor aan het Nee, dat weet ik ook allemaal niet. Maar het is ook vrij tech. Ik was bijvoorbeeld ook bij Monsanto. Die hebben ontdekt dat er een kalebassoort is in India die ook die suikerspiegel naar beneden brengt. Maar dat ding is zo smerig dat de mensen het niet willen eten. Die gaan nu met genetische modificatie, GMO, dat ding lekker maken en dan eet je het op en dan gaat je suikerspiegel naar beneden. Dat is dus wat er gebeurt. Het komt wel uit die natuur. Uit diezelfde natuur waar dit soort kruidenvrouwtjes dan mee in de weer zijn. Dat is wat er gebeurt. En je krijgt nu een nieuwe vorm. De mesoloog bijvoorbeeld is nu een nieuwe vorm. Mesoloog? Ja, mesoloog die zit tussen de arts en de kruidenvrouwtjes in, zullen we maar zeggen. En die mesoloog die checkt de frequenties van jouw lichaam. Bijvoorbeeld ieder onderdeel heeft frequenties of geluidsdingen. En die geeft dat dus aan wat je dan hebt. En dat is fascinerend. En die werken wel. Heb ik zelf meegemaakt. Mijn man die is hartstikke mager, die is 60 kilo. Die viel plotseling 7 kilo af. Dat kan niet. Dus dat we twee ziekenhuizen, AMC en OVG, allemaal... Nee, meneer, u heeft niks. Dat kan helemaal niet. Hij werd steeds magerder. Na de mesoloog, tok, 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 die zegt... U heeft een heel eng bacterie uit de tropen... en die zit daar en daar in uw darmwand. Daarom kunnen ze hem niet vinden. U bent volledig immuun voor antibiotica nu. Want dat was allemaal u krijgt dat en dat. En het is nu weer een klein dikkertje van 60 kilo. Een klein dikkertje. Oké, Amsterdam heet. Mooi. Die zit in Utrecht. Zo werkt dat. Dus het is, je krijgt mengvormen tussen high-tech en zweefkezerij. En wat we van vroeger weten dat het werkt. Ja. Iets anders, wat ik vorige week op tv zag, het programma De Kennis van Nu. ALS-patiënten, Hanneke de Bruyne, helder van geest. Maar ze kan echt, ze hoort alles, begrijpt alles, maar kan niets meer bewegen. Alleen haar ogen, helemaal locked in. In haar hersens hebben ze nu een chip geplaatst en haar gedachten worden doorgestuurd naar een computer. Wat zijn jullie nou precies aan het doen? Nou, we doen een taak die wij vanaf het begin af aan doen met mevrouw. En dat is een taak vergelijkbaar met het spelletje Pong. En daarmee moet zij een balletje omhoog sturen en of naar beneden. En dat doet zij dus door met haar duim, haar wijsvinger en ringvinger aan te raken in gedachten. En die gedachte activeert heel erg dat hersengebied dat vroeger de hand zelf aanstuurde. Nou, daar hebben wij die elektroden op gelegd, dat vangen we op en dat sturen we door naar die taak. En als hij dus die handbeweging inbeeldt, dan gaat de bal dus omhoog. En als hij dan rust doet, dan gaat het balletje weer naar beneden. Dus als ze niet denkt aan de hand bewegen, dan gaat hij naar beneden? Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk treurig hoe die mevrouw erbij zit, maar het is wel ontzettend knap wat er allemaal kan. Hè? Het is geniaal, maar heel veel van dit soort dingen komen uit het leger. Hè? Het leger is een grote innovatiemachine voor de zorgsector, omdat veel soldaten dit soort dingen hebben. Je zag vorige week, ik geloof, in de krant dat er een aap
Een verlamde aap die kon ook met zo'n chip in de hersenen plotseling het verlamde been weer aansturen. Hmm. Komt allemaal uit het leger. Er zijn allerlei andere dingen die je noemt. Een van de dingen waar het ook over gaat, en dat is wel interessant ook voor de rest van jullie, is bijvoorbeeld CRISPR-babies. Ja. Leg uit wat dat is. Nou ja, dat is eigenlijk dat je in het DNA of het DNA-paspoort van zo'n baby gaat ingrijpen. Stel je voor, de baby heeft aanleg voor deze ziekte, ALS, die je nu net ziet. Mm-hmm. Dan kun je dat DNA knippen, zo noemen ze dat. Waardoor dus dat die aanleg om die ziekte te krijgen wel blijft, maar er gebeurt niks mee. Dus dat kind, als hij volwassen wordt, krijgt nooit zo'n enge ziekte. En dat kan je dus met heel veel ziektes straks gaan doen. Tegelijkertijd kun je het ook op een andere manier knippen, waardoor je heel grote aantallen mensen kunt uitroeien. Dus daarom zijn de wetenschappers in Amerika die met CRISPR bezig zijn, die hebben nu aan de nieuwe president gevraagd, er moet een gezamenlijke denktank komen tussen de ministeries van Defensie en Volksgezondheid om dat CRISPR goed te gaan organiseren. Ja, want het klinkt ook een geweldig. Beetje... Ja, het is geweldig aan de ene kant. Ja. En tegelijkertijd, meneer Buma, klinkt het ook een beetje eng. Want wij zitten dan als mensen gewoon voor God te spelen en wij zitten gewoon babytjes te engineeren in de buik van de vrouw. Maar weet je dan dat die baby's deze ziekte krijgen? Nou, nee, maar ik vraag aan meneer Buma. Ik bedoel, moet iedereen perfect zijn? Hoe ver gaan we? Nou ja, hier, bij al deze dingen krijg je ethische vragen natuurlijk. Ja. En dat zal ook bij iedere ontwikkeling moeten worden bekeken. Tegelijkertijd, ik denk dat dat ook is wat Ajit laat zien, die veranderingen zijn er, die komen. En wij moeten naar keuzes maken waarin, hoe ver je daarin gaat. Ik vind met name overigens dat je het ook waar het heel goed kan gebruiken, is in de ouderenzorg. Waar heel veel zorg nodig is. Mm-hmm. Mensen graag soms thuis willen blijven wonen. En eigenlijk heel veel positiefs ook uit ondersteuning is het dan wel van technische middelen kan komen. Nou, kom ik zo nog even op, maar om hier even bij te blijven, waar ik van schrok echt, Ajit, wat jij schreef, dat ik niet wist, is dat er bijvoorbeeld in Australië en Denemarken eigenlijk geen kinderen met Down-syndroom meer worden geboren, omdat die gewoon van tevoren, dat wordt gediagnosticeerd, en die kids worden, of tenminste, dat wordt de abortus op gepleegd. In Nederland ook. Ik heb het gevraagd. Hè. Ik ben ook bijvoorbeeld in van die instituten geweest, waar bijvoorbeeld dat kindertjes met Down zitten. En er was zo'n directeur die zei, meneer, een gemiddelde huis, tuin en keukenmogol wordt niet meer geboren in Nederland. Ja. Dat is gewoon zo. Ja, ook maar dat is ja, maar wordt niet opgepraat. Wat gebeurt in stilte? Maar ik hoor Meebrit ook inderdaad zeggen. Ja, maar is dat iets? Ja, maar stel je voor dat jij. Nee, ik vind het ook al vreselijk dat iemand dat zo noemt, hoor. Ik vind het heel respectloos. Maar ik vind ook met onderzoek, je weet niet... Er kan natuurlijk van alles misgaan met een kind. Dus ik vind, je kan een kind hebben met Down-syndroom, maar je kunt ook een kind hebben met een andere afwijking of beperking. En... Ja, maar ouders willen perfecte kinderen. Nou, dat weet ik niet. Ja, heel veel ouders wel. Dat is, wat ik hoorde van dit instituut, is dat de enige kinderen met Down-syndroom die nog geboren worden, is van oude moeders. Dus als een vrouw boven de 40 zwanger wordt, heeft er heel veel moeite voor moeten doen. En dan blijkt dus inderdaad door die testen, dan denken ze, nou ja, laat maar komen. Ik wil zo graag een kind vooruit. Maar de jongeren onder de 40, het grootste deel. Maar die maakbaarheid, ik bedoel, in Amerika, meneer Buma, noemen ze kinderen met Down-syndroom God's children. Ja. Omdat ze zo vrolijk, zo blij, zo lief, zo naïef. Maar het is inderdaad waar dat als je de kant uitgaat van alleen nog maar een soort perfecte wereldburger, dat bestaat niet. En die illusie is heel gevaarlijk. Ik vind wel dat door het op te schrijven, in ieder geval die discussie kan aanjagen. Want is het normaal wat we aan het doen zijn? Down-syndroom is geen ziekte. Kijk, ALS is natuurlijk iets heel kwalijks waar mensen last van hebben. Ja. Ik denk, als je Down-syndroom hebt, hoef je daar geen last van te hebben. Nee, maar je ziet het bijvoorbeeld ook nu met orgaandonatie. Hè? Dus de politiek komt nu met een wet over orgaandonatie. Wat zien we nu in Engeland? Ben ik bij zo'n instituut geweest. Die zegt, kijk, tussen het genetisch paspoort van het varken en de mens zit maar 1% verschil. Ja. Van het uiterlijk van de meeste mensen ook goed te zien. Daardoor krijgen wij hartklepjes van het varken als we een hartklep nodig hebben. Maar ze gaan nu, maar als je andere organen van het varken overneemt, bijvoorbeeld je hebt een nieuwe nier nodig, dan wordt die afgestoten. Wat doen ze nu? In het embryo van het varken worden al menselijke stamcellen gedaan, zodat het varken een nier kweekt dat voor jou geschikt is. En dat is binnen een aantal jaren op de markt. Dus die hele orgaandonatiewet kan over 5 jaar in de prullenbak. Wil je wel andere discussies zien omdat, dan welke kinderen worden geboren? Dit is iets positiefs. We lieten Miss Piggy zien omdat jij dit Miss Piggy-technologie noemt, dat we die hartklep van die varken. Nog iets bijvoorbeeld wat je schrijft, over ook weer ethisch. En zeg, joh, straks als jij levenseinde kwestie bijvoorbeeld hebt, dan heb je gewoon, je pak je blender, je stopt er wat dingen in, je maakt zelf een smoothie. Gebeurt dat. Al die recepten staan op internet. En je drinkt het gewoon op. Ja, maar jij ziet het ook als trends die allemaal... Ik zie, wat we nu zien, wat ik komen. Zie is echt een bottom-up samenleving, waarin burgers zich verenigen, van alles zelf gaan organiseren en zich niets meer aantrekken van autoriteiten. Dus de dokter kan wel zeggen, u mag het niet. Hoezo, dokter? Het is mijn leven, ik bepaal het zelf. En al die recepten staan op internet. De snelste manier is jezelf laten doodvriezen, bijvoorbeeld. Mensen doen dat gewoon.
gebeurt veel meer dan er over wordt gepraat. Maar de huisartsen weten het echt allemaal. Ik ben bij verschillende geweest. Ja. Meneer, we weten het. Midden in de winter, als mensen vinden, mijn leven is voltooid. Gaan ze naar buiten. Nee, ze gaan buiten in een gebloemde mousseline zomerjurk. In de vriestuin zitten. En ze denken, toedeloe, ik ga. Mensen doen het zelf. Het gebeurt. De buxusplant, de meest giftige plant die er is. Kopje buxusthee. Wil je mensen geen slechte ideeën zitten geven? Niet doen, maar dat is een nare dood. En ik wil positief eindigen. Dus laten we kijken naar iets moois. Meneer Veringa, die won de Nobelprijs. Nederlandse professor uit Groningen. En die vertelde in DWDD waar hij mee bezig is. Laten we zeggen, een soort autootjes die op zoek zijn naar de ziekte in jouw lichaam. En dan, nou, hij vertelt het zelf. Maar het is toch, wat ik ervan begrepen heb, professor, het is toch een autootje dat rijdt dus precies naar het plekje in mijn lichaam waar iets mankeert en kiepert daar als het ware het medicijn even in? Of? Ja, dat is een beetje de science fiction, maar dat is de toekomstdroom. Ja. Als je één keer een motortje hebt, kun je een robotje maken of een onderzeeërtje. En die zou dan in het bloedvat ingespoten kunnen worden, hè? En die gaat dan door je lichaam en die zoekt een kankercel op en die brengt een geneesmiddel precies op de plek waar... Maakt u dat nog mee eigenlijk? Is dat aanstaan? Nou, ik weet niet of ik dat meemaak. Dat zal nog 30 jaar duren waarschijnlijk. Ja, dan hebben we dat. Ja, het wordt steeds beter. Ik heb in het boek ook de zorg vergeleken in Nederland met andere landen. Wij zitten wel in de top 5 van de beste zorg in de wereld. En het wordt alleen maar beter. Het wordt alleen maar beter. Als dit soort dingen allemaal komen, komt het helemaal goed. Prachtige, hoopvolle boodschap.